De loods heeft 2 verdiepingen. Er hangen gereedschappen en er staan allerlei apparaten die te maken hebben met zijn oude ambacht. Het vak loodgieter zit al lange tijd in de familie. Wij gaan terug naar de opa van Jaap. Oude J.W. Schut. En die had 5, 6 jongens, 6 zoons, die allemaal loodgieter werden. 3 van de jongens die zijn voor zichzelf een bedrijfje gaan beginnen. En de een is in Onstelsdijk begonnen en de ander is in De Lier begonnen. En 2 zoons die bleven in Naaldwijk met opa. Als een klant een nieuw apparaat nodig had, dan werd het oude meegenomen. Die spullen staan nu in de verzameling van Jaap. Dit zijn een van de eerste boilers uit 1890. Dat zijn eigenlijk boilers. Het water, het koude water komt hier naar binnen. En door het opwarmen door middel van hout of kolen werd het water warm en werd hier afgetapt en kon ze een bad vullen met hier aan de bovenkant, zoals het hier uitgevoerd is, of zoals die daar staat, een douche. Wij waren natuurlijk handelaar, dus wij repareerden sanitair, we repareerden kachels, we repareerden fornuizen. En als een toestel kapot was, dan probeerde je uiteraard een nieuw toestel te verkopen. We namen altijd, dat mag ik wel zeggen, de oude rommel mee. En op een gegeven moment komt dat dan aan het bedrijf en dan zie ik dat en dan was het van jongens, even bewaren. Boven hangt nog een verzameling gijzers. Het mooiste zou wezen als de verzameling voor het nageslacht, zeker de toekomst, bewaard zou blijven. Zoeken we een locatie waar we de collectie kunnen laten zien en ook kunnen neerzetten. Jaap Schut moet binnen 1,5 jaar uit zijn huidige pand. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Hebben jullie een leuke locatie voor mij of kan je me aan iets helpen? Dan hoop ik dat jullie mij mailen en of kijken op mijn Facebookpagina. Hieronder. Dank u wel en tot ziens.